Podcast. Gisteren hebben we ontzettend lekker gegeten in Cagliari, dat is de hoofdstad van Sardinië. En vandaag zat ik te denken dat het leuk zou zijn om dat wat we daar gegeten hebben, mosselen in tomatensaus, om eens snel te gaan maken. Die saus waarin de mosselen werden opgediend, was heel rijk van smaak. Hij was stevig, maar niet pittig. Hij was zacht, maar niet overheersend, dus zowel de vis als de tomaten kwamen volledig tot hun recht. We hebben dus verse kruiden gekocht, citroentuin, grove bleekselderij. In Nederland snijden ze die blaadjes er altijd helemaal vanaf. En Italiaanse tomaten. En dit is het Sardijnse brood. Het is flinterdun. Dit kan gewoon mee in de soep. Smaakmakertje. Ik maak eerst een bouillon. Laat ik een uurtje of zo trekken. Dit is het knoflookje van buurman Lupino. Die kwam bij hem uit de grond. Het kraanwater hier is helaas niet te drinken, er zit veel chloor in. Dat is zonde. Dus wat denk jij? Zat er pitjes in de saus van gisteren, van die mosselen? Ik heb geen pitjes gezien. Ik ook niet. Maar of ik ze heb geproefd, dat weet ik ook niet. Ik zou mijn stuk raken. Ruig dus. Oké, we gaan voor ruig. Eerste ui. Nou, wat denk je? Zo goed zo, hè? Ja, toch? Ja, goed, ruig. We gaan voor ruig. Ja. Nou, dat is een probleem, want het is een hele kleine pitje staat op bouillon. En die gaat hartstikke lekker. Alleen, ik heb een kleine pitje voor dat nodig. Ik heb verder geen kleine pitjes meer, dus ik pak een badhanddoek en dan wikkel ik de bouillon in, zodat hij lekker kan nagaren. Dit moet wel even staan, zodat de uien een beetje karamelliseren. Dan wordt het lekker zoet. De tomaat helemaal zacht is, dus dat neemt wel een kwartier. Ja. Ja, ik vind die saus niks. Oh. Nee. Ja, hij heeft nu een uurtje opgestaan. En hij is te ruig. Te ruig? Ja, als je klassieke tomatensaus maakt, dan moet je eigenlijk die tomaten ontvellen en ontpitten. Want anders wordt de saus bitter en bla bla bla. En die uien moet je in fijne blokjes snijden. Dat heb ik allemaal niet gedaan. En toen dacht ik, ja, ik zit hier in dit huis zonder een goed fornuis en zonder een goede zeef en zonder van alles en nog wat. Laat ik het opnieuw doen. En gewoon kleine tomaatjes nemen die wat smaakvoller zijn, want deze vond ik echt ook niet rijp. Ik dacht, ja, misschien is het een Sardijns soort of zo. Maar ja, ze zijn zo hard. En die kleintjes die ik heb, die zijn in ieder geval een stuk smaakvoller.
Ik heb er wel flink van zitten snoepen. Dus we lengen de saus aan met wat passata. Daar zit gewoon, is gewoon tomatenpulp. Er zit verder niks in. Dat heb je in Italië, maar ook in Nederland gewoon. Kun je gewoon kopen in de supermarkt. Helemaal prima. Dus we gaan even opnieuw beginnen. Oké. Okay. Met een klein shallotje. Oké. Okay. Fijn gesneden. Het enige wat ik proefde bij die mosseltjes gisteren was een heel klein stukje selderij, een heel klein stukje iets van een heel klein blokje groente of zo, maar geen stukjes ui. Dan hoop ik dat het water bijna kookt voor de tomaten. Ja, 1 minuutje dus. En dan kun je het huidje er zo aftrekken. Je hebt een tomaatje. En je doet plop. Wil je eerst even handjes was, hè? En dit houden we dus over. Ja, de linkersaus is natuurlijk veel verfijnder en mooier van kleur. De smaak, daarover kunnen we twisten. Dit is echt wel heel lekker. Ik heb zelf een recept van Spaanse mosselen, heel erg lekker. Maar ja, dat is in een wok en die hebben we hier niet. Een koekenpan. Koekenpan, ja, maar dan kan je niet echt een hele grote hoeveelheid. Ja, maar we hebben toch geen grote hoeveelheid? Nee, dat is waar. Oké, koekenpan. Gaan we koekenpan doen. Lekker. Wokken de... Bakken de mosselen. In wijn. In wijn. En daarna gaat deze saus erbij. Heel mooi. Heel zoet. Beetje... Beetje vlak nog, er kan wat meer peper bij, iets meer pit erin, maar volgens mij is het heel bruikbaar. En wat witte wijn erbij en dan wordt hier met die mosselen helemaal goed. Dit is ook een beetje kruiden van hier, een beetje peper, een beetje tuin. Beetje knoflook. Het zit er een heel klein beetje in. Dat is eigenlijk wel goed. Hij smaakt net zoals gisteren. Oh ja? Ja, de ui is iets knappiger. Proeven? Ja, heel graag. Lekker. Lekkerder? Ja, ik vind het lekkerder. Kijk, jij gaat blijven. Goeie jongen. Zo. Tricky. Je ziet nu dat ze open gaan. Ze houden wel van een beetje witte wijn. Ja. Dan
een beetje van dit natuurlijk, hè? Want zo hoort het. Moet je het van buiten op doen? Nee, dan pak je mee. Het is heel lekker. Mag ik ook inproeven? Nou, wel. 1, 2.